Ik weet het niet. Het is echt erg. Ja, ik weet het. Het is een sticker, die moet je instikken. Ja, nee, het is leuk. Zo, pinnetje, even kijken. Het klopt dus echt. En je, ja, het is iets van een, ja, zeg, een soort derde wereldwinkel, Joho. Waar ik ook de wierooktegeltjes vandaan heb gehaald. Dat denk ik iedere keer als ik er weer in leuk. En ik weet dat jij een heleboel dingen voor onder de douche hebt. Maar dus ik dacht dat die al... Jullie gingen weg. Droge koffie in de bak en natte koffie in de pot. Ja, jullie gingen weg. Het schept ze makkelijk weg. Leuk. Wie wilde zeilen? Kijk, nou is hij 11:46, dus hij heeft de volgende al gepakt. Dat is dus hier linksonder. En het duurt wat langer voordat het blauw wordt, maar hij heeft hem al wel geteld. Ja, hij neemt de kust, hè? Die neemt hij altijd een beetje ruim. Dus als je hier bent... Doe ik zo. Even. Dan lekt hij. Ik vind hem lekt hij. Ja, dan gaat hij in die bol staan. Heel interessant zo. Ja. Natuurlijk niet veel met ze. Helemaal nog niet met zeilen. Ook een keer ook een heel stel met de waterbus. Benen weg, Peter. Kijk het zelf, als je onder de brug door. Ja, dat zie je ook. Ik kan met plezier aan de waterkant gaan staan en kijken. En dan zie je wat voor activiteiten er allemaal zijn. Maar het is zo logisch wat je vertelt. Ja, het is te simpel. Ja, het is... Terug met de waterbus. Dat heb ik er ook. Net was het het mooiste. Ja, ja, dan is ja. Het... ja. Jullie moeten er ook wat assertief in zijn. Maar het gebeurt natuurlijk niet zo. Oh, er moet weer een foto gemaakt worden van broer en zus. Hier of hier, daar ben je. Ja. Nou, toen zijn we zo teruggegaan. Even kijken. Maar het is niet gewoon een versterker, het is gewoon een normale veendom. Ja, maar jij wel. Ja, wij wel. Heb je hem al genomen? Ja, hij heeft gefilmd, hè?